Waag Society, wat zijn jullie hier aan doen? Wat we hier doen is de verschillende projecten van het Open Wet Lab vertegenwoordigen. Projecten zoals Bias Strike, Trust Me I'm an Artist, The Other Dinner, wat hebben we nog meer bij ons? Hack the Brain. Hey, en als jij op feesten en partijen moet uitleggen wat Open Web Lab is en doet, wat zeg je dan? Eén is het niveau waar we die verschillende expertise's van kunst, ontwerp, engineering, wetenschap en dat waren ze, bij elkaar brengen. Waarbij we residencies voor kunstenaars organiseren in plantbiologie laboratoria, stamcel laboratoria, neurologie, etc. En dat andere niveau is waar we allerlei soorten van events organiseren waar het publiek hands-on kan ervaren wat life sciences inhoudt. Dus zelf GMO's maken tot waar dat wettelijk mag in Nederland. Zelf ervaren hoe het is om een celcultuur te maken met vlees. Hoe je kunt interacteren met een brain-computer interface, een BCI. Wat is voor jou zeg maar, één project, één voorbeeld wat goed weergeeft wat jullie doen, waar jullie voor staan? Dat is een event geweest dat we eigenlijk een klein jaar geleden hebben gedaan, The Other Dinner. Waarbij we het publiek hebben uitgenodigd om samen met ons een diner klaar te maken, te koken. Wat we daar hebben gedaan, dat zijn drie gangen maken. De eerste gang was, hoe zitten onze vooroordelen in elkaar over dat vlees dat onze grootouders aten? Dus varkenskop, varkenspoot. Hoe zitten onze ideeën in elkaar over hele andere dieren eten? Dieren die we niet gewoon zijn te eten, zoals muizen en ratten. Vanuit het idee dat vlees van muizen veel efficiënter te kweken zou zijn. Dus zouden we moeten wennen aan het eten van muizen. We hebben met dat publiek hebben we muizen klaargemaakt. En dat zijn we hier ook aan het doen. Het maken van muizenlever parfait bonbons. Er zijn wat mensen die hem hebben gegeten, waaronder Bruce Sterling. En als laatste gang van het diner hebben we met datzelfde publiek celcultures gemaakt. Door het opensnijden van die muizen en het nemen van een heel klein beetje levend celweefsel wat we daar nog in kunnen vinden. En dat op kweek zetten op een serum dat je in een bioreactor een aantal dagen laat staan. En vervolgens onder de microscoop kunt laten zien of er celdeling heeft plaatsgevonden. Hey, wat hebben jullie, wat is je indruk zeg maar, van South by Southwest, wat hebben jullie aan je aanwezigheid hier op dat evenement? Het is wel grappig, want we staan hier op een trade show waar iedereen een trade heeft. En wij niet meteen. Dus ik sluit elke pitch van elk project dat wij doen af met and you can hire us. Of soms als mensen echt een leuk gesprek ingaan, dan kan ik ook nog wel eens laten zien dat Waag Society niet alleen maar een open wet lab heeft, maar ook nog eens een Fairphone maakt. Een paar leuke reacties. We hadden gisteren een paar muziekliefhebbers van, ik denk, tegen de 60 hier aan onze stand, die in hun dagelijks leven voor een hele grote Amerikaanse farmaceutische company werkte. Die ik uitlegde wat wij doen met citizen science en het vinden van nieuwe antibiotics. Die zeiden van, wij kunnen dat niet. Het is fantastisch dat jullie dat doen. Wij zijn oude business. Biohackers hebben de toekomst.